Dat is het enige wat ik wil. Leven zoals ik gewend ben. Werken zoals ik het altijd heb gedaan. Maar zodra het woord kanker valt, is iedereen in shock en is elke kans op werk verkeken. Ja, het is heftig. Het is ingrijpend en doodeng. Ik weet niet wat er komt. Ik weet zelfs niet of ik er over een jaar nog ben. Maar schrijf me nog niet af. Laat me werken. Laat me leven. Heb jij nog 10 years? Heb jij deze auto? Zo, klaar. Nou, dit voelt wel lekker. Mag ik? Ja. Oh, dit is ook lekker. Die lichtjes. Oh, echt? Hey, serieus? Hé, die heb ik nooit eerder gezien. Wat geweldig. Helemaal niks voor hier. Laat die gewoon voor de kerstspullen. Wat verdorie. Mam, dit is hartstikke goed. Oh, nou, dat is lief. Het lucht op wel op. Maar ik heb er niks aan, want het levert me geen werk op. Wie zegt dat? Dit moet je online zetten. Mam, dit moet je op Smolaria zetten. Openbaar, zodat iedereen het kan delen. Weet iedereen dat ik kanker heb. En dat je oneerlijk behandeld bent. Ja, maar ik wil geen zielepiet zijn. Dat ben je ook niet. Je bent een powervrouw. Nou, als jij dit niet online zet, dan doe ik het. Ik dacht dat wij net samen hadden afgesproken dat we hier ieder op onze eigen manier mee omgaan. Ja, volgens mij hebben wij niks afgesproken. Dus als jij dit online zet, dan doe ik het.